Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je opgevulde aubergines maakt met varkenshaakt. De ingrediënten. Wat hebben we nodig? Aubergine, look, varkenshaakt, brokkelkaas, ui, tijm en rozemarijn. We beginnen met de aubergines. Dus de aubergines die snijden we mooi midden door. Zo gaan de aubergines eigenlijk eerst gaan insnijden, gaan inkerven. En met het punt van je mes snij je mooi de aubergines gelijkmatig. Dan leggen we nu mooi op een ovenplaat. Kruiden we met peper, zout, een teentje look. Met mes kun je mooi plakken. Dan gaan we de aubergine mooi insmeren met look. Nu nemen we wat tijm en rozemarijn. Nu gaan we dat er mooi tussen steken. Hetzelfde met de rozemarijn. Nu gaan we mooi olijfolie erop doen, dus rijkelijk olijfolie. De oven die hebben we al voorverwarmd op 190 graden. En nu gaan we dat 15 minuutjes laten garen in de oven. We nemen een ui. Dus het volgende dat we gaan doen is ons gehakt aanstoven. Dan doen we een uitje. Dan olijfolie in onze pan. Teentje look. Dan gaan we de uitjes mooi aanstoven met de wat look. Beetje zout, peper. Nu gaan we mooi ons varkens gehakt. Ook mooi aanstoven. Alles mooi losroeren. Mooi haar, mooi gepoft. Dan gaan we de rozemarijn en de tijm van eruit halen. Dan gaan we de aubergine mooi met een lepel leegmaken. Ja, je ziet, dat komt er makkelijk uit, makkelijk los. Dan doen we in een mengkom. Dan hebben we hier ons vruchtvlees van de aubergine. Die gaan we nu mooi mengen met ons gehakt. En die gaan we mooi afwerken. Opgevulde aubergine, varkens gehakt, beetje brokkelkaas erop. Super lekker, simpel gerechtje voor thuis klaar te maken. First Class, smakelijk tot de volgende keer.